Er liggen in Amsterdam ongeveer 650 wissels en 200 kilometer spoor, tram. En dat komt hier allemaal bij jullie vandaan? Dat komt allemaal bij ons vandaan. In Amsterdam over Amstel staat de laatst overgebleven spoorfabriek van Nederland. Al meer dan 100 jaar maakt de GVB in de loods aan de Johan Muiskeweg zijn eigen tram- en metrosporen. We staan hier in de spoorproductie van het GVB. Hier maken we het spoor en de wisseldelen. De spoorproductie is het mooiste stukje van het GVB, noem ik altijd. Hier werken echt de vakmensen. Een van die vakmensen is Samhar Abdulmassin, de uitvoerder van de fabriek. We zijn nu een verschoven wissel aan het bouwen voor het iTram project. Als eerste stap in het proces wordt die spoor, wordt in die freesmachine, wordt die gefreesd en dan wordt die gebogen door die buigmachine en gaan we bouwwerkzaamheden verrichten in hal B. In hal B worden de sporen vervolgens verder bewerkt. Hier beginnen we met bouwwerkzaamheden en dan gaan we afstellen, lassen, slijpen en kaliberen. En dat steekt behoorlijk nauw. We mogen afwijken van die maatvoering 1 mm, meer niet. Ja, dus onze tolerantie is 1 mm. Want anders? Dan krijgen we ontsporingen. Dus we moeten alles perfect op maat gaan uitvoeren en dan pas gaat de duur uit. En dat is hard nodig, want ook al lijkt het Amsterdamse tramnetwerk zo goed als af, er blijven altijd nieuwe sporen nodig. Ja, het spoor slijt hè, door de trambaan, door de trams die er overheen rijden en de bus. En de slijtage door de wielen, dus dat moet eens in de zoveel tijd vervangen worden. Of er komt een stuk nieuwbouw bij. Er liggen in Amsterdam ongeveer 650 wissels en 200 kilometer spoor, tram. En dat komt hier allemaal bij jullie vandaan? Dat komt allemaal bij ons vandaan. Maar komen ook sporen in bijvoorbeeld Rotterdam of Den Haag terecht? Voornamelijk is Amsterdam, maar onze collega's van de RET, HTM, komen ook wel eens bij ons om spoedklussen te laten doen. Want waar andere vervoersbedrijven hun sporen uit Oost-Europa halen, maakt de GVB als enige in Nederland nog altijd zijn eigen sporen. Wij zitten hier omdat wij hebben dit zelf nodig hè, voor het GVB. Wij kunnen snel schakelen als er bij calamiteiten. En wij zijn niet duurder dan een ander bedrijf. En de kwaliteit is vele malen hoger. En dus zijn de sporen die in Amsterdam liggen ook echt in Amsterdam gemaakt. Nou, hier hebben we liggen is die overtoom viervak. Dat wordt binnenkort uitgevoerd en ingebouwd in die overtoomkruising. Dus als je binnenkort over die overtoom fietst, dan ligt die daar. En zo houdt de GVB Amsterdam al ruim 100 jaar op het juiste spoor.